kijkers van Inks. Vandaag ga ik weer de Hunger Games spelen. Deze keer in mijn uppie, want Wessel die zit op school. Die heeft nog geen vakantie en ik wel. Gelukkig. Voor degenen die het spel nog niet kennen, die kunnen het eerste filmpje ook eerst nog even kijken. Die heb ik samen met Wessel gedaan. Ik zal het ook even kort uitleggen. Je zit in een koepel, waar je niet uit kan, met een boel mensen. En die moeten tegen elkaar gaan strijden en in de map kun je kisten vinden met wapens en eten en zo. En dat is de bedoeling wie het langst blijft leven. Dus, even wachten totdat het potje begint, dat kan eventjes duren. Ik heb net ook al een paar potjes gespeeld om op te nemen, maar dat ging niet zo goed. Dus ik hoop dat het deze keer beter gaat. Voor degenen die het trouwens nog niet wisten, hebben wij ook een Twitter-kanaal waar we vaak dingen opzetten die we gaan doen. Of die we, die we hebben gedaan, zeg maar. Dat is @inksproductions. Dat staat ook in de description beneden. Dan weten jullie dat ook eventjes. Een potje gaat beginnen. De map moet nog even laden. Ik heb geen flauw idee. Oh, hier. Ik ren mooi zo naar buiten. Oh, ze gaan teamen, jongen. Dat is ook niet echt cool. Maar een klein potje. 4, 3, 2, 1. Doei! Ah, nee. Jongen, ga toch weg, man. Ga eerst eens even wat kisten zoeken, vriend. Wat een sukkel. Oh, en dat is één. Like a boss. Kist. Wow. Er is weer iemand weg. Goed oppassen, want ik heb zo'n vet gebouw. Daar is een kist. Kijken of ik daarbij kan komen. Niet vanaf hier. Ik ga trouwens een nieuwe microfoon bestellen, dan horen jullie mijn stem wat beter, want mijn headset is ermee gekapt. Ik praat nu met de webcam microfoon, dus die is niet echt heel erg goed. Zo ja, zolang jullie mij maar even horen. Oh, weer een kist, goed. Oh, dat is een beetje. Oh, nog een kist. Ik hoop dat er en nog één. Ik hoop dat er een zwaard is. Turkish Airline. Wallah. Oh, de vorige ronde was ik nu al dood, dus het gaat toch goed. Kist of zoiets. Jongen, jongen. Ik wil ergens tussen die bankjes staan, denk ik. Daar heb ik geen zin om naar te zoeken.
First class. Oh, dat ga ik niet doen. Zo joh, die hebben gewoon sofa's. Discriminatie. Only staff, ik ben staff. In the case of emergency, go to the panic room. Fly deck. Jammer. Ik heb niemand tegengekomen. Kippie, mijn land. Nog een kist. Zo, lekker. What the fuck? Eerste kist. Als jullie trouwens nog leuke maps hebben die wij kunnen gaan spelen, dan moeten jullie dat ook eventjes achterlaten beneden. Zullen we dat doen de volgende keer? Oh, daar zit best wel veel in. Want we zijn een beetje door de leuke spelletjes heen. Lekker benieuwd. En nog één. Hoppa. Oh god, die heeft full iron. Ik ben weg. Ik kan hem ook met dit in elkaar maken. Oh shit, hier om het hoekje, kijk. Ik zie je. Hij is weg. Kloten van die mensen die mappen echt tien keer hebben gespeeld, die weten precies waar alle goede spulletjes liggen. Oh, daar begin ik niet aan. Daar ben ik niet goed in. Daar kan ik omhoog. Die kist is waarschijnlijk leeg geript door die gast. Niet. Beter. Kut. Die gast zegt schil, man. Ik ga hem stalken. Nee, ik ga hier niet naar boven. Het is veilig. Hoop ik. Hey. Niks. Nee. Hoe kom je daar nou weer op dan? Even kijken. Daar en dat is onmogelijk. Dat kan niet. Maar dat kan. Wut. Dat kan wel, maar dat begin ik niet aan. Ik ga wel. Zo. Ah, shit. Moet je kijken wat er aan komt. Hallo? Is daar iemand? Ja, hallo? Wat is deze? Ik doe mezelf niet. Nee. Is dat niet?
kijken of ik alleen daar. Ja, jammer weer. Als ik nu iemand tegenkom, dan ga ik gewoon het duel aan. Oh, wat is het kasteel? Met een kistje. Hierin, joh, kan zoals vissen. Turkish Airlines. Wat saai zeg, als je niemand hier komt. Kist. Oh nee. Gele wolf, oké. Hallo. Deze heb ik al gehad. Jongens, hallo? 20 minuten door de deathmatch. Dat kan je niet. Hallo, hallo. Kut. Nu donker. Ik hou niet zo van donker. Get to the chopper! Kut. En it's gone. Waar de... What the fuck? Hoe de... Hoe kan dat? Mijn zwaard is gewoon weg. What the fuck? Ja, nou ja, jammer. Ajo. Oh, dit is wel weer het einde van die wereld. Kist. Ik kan bij een kledingwinkel beginnen. Een beetje water overlast. Die wifi hebben. Wat de fuck is het eigenlijk? Ik kan naar binnen, mag dat? Nee. No. What the fuck? Oké. Bang dat ik zo ergens in zo'n valtrap of zo en dan is het afgelopen. Jammer. Ja, dat is iets te ver. Disturbance at best. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nog 6 dus. Jammer dat ik daar niemand tegenkom. Dus weet je iets cools?
Oh, nog 60 seconden. Ik ga me klaarmaken. Ik ga even eten. Dan kom ik gewoon weer terug bij de hoofdarena. Dan moet je vechten. Hé, hey, niet boeren, hè? Wat zeg je dan, jongeman? Pardon. Goedje. Gewoon roomvlies. Kan gewoon. Kippetjes. Visje. Nog een wapentje. Hier moet ik het mee doen. Nog 30 seconden. Oh, ik hoop echt dat het een beetje goed kan komen. Ik ga mensen gewoon met een hakbel in elkaar tikken. Geen traps. Cool. Oh, nog 4 seconden. 3, 2, 1. Oh god, we gaan beginnen. Waar is iedereen? Use 10 seconds for all players to load the map. Dat is lief. Maar die had ik niet nodig. Goed, waar ben je? Voor een nul. Jongens, zunnen we allemaal. Dat is hier. Dat is gewoon niet eerlijk. Nou. De game is ended. Ik ben tweede geworden. Vind ik toch best goed. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Een fijne dag verder.